Meneer Omtzigt. Ja, ik hoorde net in één keer dat er 469 kinderen overleden waren, terwijl er nog 413 waren toen we eerder de cijfers kregen. Maar goed, het kan zijn dat de groep nu wat groter geworden is en er zijn meer gedupeerden gevonden, dus die kunnen ook meer overleden kinderen. Maar ik hoorde vooral zeggen 259 meerderjarigen, terwijl in de eerdere cijfers waren dat er slechts enige tientallen. Even naar een ja, dat stond volgens mij 60. Daar heb ik me ook over verbaasd over het verschil. Maar het laatste cijfer wat ik gegeven heb, schijnt het goede cijfer te zijn. 259 meerderjarigen? Ja. Dan zou ik echt met grote spoed... Kijk, tot nu toe waren bijna alle kinderen die overleden waren, voorzitter, waren kinderen tussen 0 en 1 jaar. En dat is ook vrij logisch, zeg ik als statisticus, omdat daar een wat hogere sterfte zit. Maar als nu het grootste gedeelte meerderjarig is, dan ben ik zeer benieuwd wat hier gebeurd is. En dan wil ik echt gewoon de juiste cijfers hebben. De staatssecretaris. Laat ik sowieso even toezeggen dat wij... We hebben een staatje met een onderverdeling van beneden de 18 jaar en boven de 18 jaar. Die is niet verder onderverdeeld. Meen ik mij te herinneren? Er wordt nu druk gezocht. Dat lijkt me nooit goed om cijfers te geven. Ik stel voor dat we ook kijken hiervoor in de beantwoording tweede termijn. Ja. Dan wel per brief, want het lijkt me ook om dat dit goed en zorgvuldig uit te zoeken. Maar heel eerlijk, ik denk dat u op zoek bent naar de doodsoorzaak. Nee? Oké. Okay. Meneer Omtzigt. Voorzitter, dat kan in een nader stadium gevraagd worden aan het CBS. Dus als er onderzoek naar gedaan wordt, zou ik inderdaad de doodsoorzaak erbij pakken. En ik weet precies welke doodsoorzaken ik dan graag onderzocht heb. En u snapt denk ik wel welke ik bedoel. Maar wat u hier zegt, 259 meerderjarigen, dat klinkt erg... Ja, 256. Ja. 200? 56, 256. In de groep van 18 jaar en ouder, dus tot en met... Ja, ik krijg de vraag, ik moet... Ja, en toch wil ik dit antwoord heel graag hebben, want dit is een heel pijnlijk antwoord als het klopt. Staatssecretaris. Elk antwoord wat ik ga geven is pijnlijk, voorzitter. Want elk iemand is iemand die overleden is, dus dat is sowieso een pijnlijk antwoord. Ik kan het lijstje nu oplezen, ik weet niet of dat... Zeker, ga u gaan. Ja? Ja, ik krijg hiernaast van, daar komen we even op terug, maar... Als de informatie juist is, dan kan die gewoon gedeeld worden. Dat hoeft niet later. Ja, maar ik begin dan... Want ik wil gewoon wel de goede cijfers geven. Ja, goed. En het is een pijnlijk onderwerp. Zullen we gewoon aangeven dat wij hier even schriftelijk op terugkomen? Ja? Dat lijkt me goed, mevrouw Leijten. Voorzitter, en als u dan ook... er zijn natuurlijk ook wel vragen gesteld, ook in schriftelijk onder, naar de statistieken ervan. Nu het zijn andere cijfers zijn, kijk dan ook even, als u de tijd neemt om dat goed op te schrijven, of die vragen dan ook in dat licht beantwoord kunnen worden. Zodat we daarover niet nog nader hoeven te beraadslagen, maar dat we bijvoorbeeld in een volgend debat kunnen zeggen, we zouden dit willen of dat willen. En dan hoeven we het niet meer over cijfers te hebben, want niemand zit op 59 of 56 of wat dan ook te wachten. Hè? Ja, dat... en dan is mijn voorstel, of tenminste zou ik willen verzoeken, om dat in ieder geval ruim voor het debat van 29 juni te doen. Precies. Want dan kan het daarbij betrokken worden. Want ik heb die vraag ook in mijn inbreng gesteld. Dat zijn dan de vragen die in de inbreng hierover gesteld zijn. Dat we die nog eventjes tegen het licht houden dan. En ik ben het helemaal met mevrouw Leijten eens. Ik heb ook heel veel ouders gesproken wie dit is overkomen. En dat zijn gewoon heel aangrijpende verhalen elke keer weer. Dan breekt je hart gewoon. Dat ze de dubbele ellende mee moeten maken. Mevrouw Paul, namens de VVD. Voorzitter, dank u wel. Sorry, het laatste onderwerp waar we het over hadden. Begrijp ik. Ik zie dat het u erg aangrijpt, zoals ook collega's in de commissie, als we die cijfers horen van al het leed wat erachter schuil gaat. Ja, nou, dan moet ook ik terugdenken aan gesprekken die ik heb gevoerd. Zeker.
Maar goed, daarvoor zitten we hier. Om te proberen toch in al deze ellende dingen zo goed mogelijk te regelen. En daarom wil ik de staatssecretaris bedanken voor haar antwoorden, de collega's voor dit debat. En eigenlijk de aansporing herhalen van het einde van mijn betoog. Namelijk om door te pakken, om vooral door te pakken met oog voor de juiste balans tussen snelheid, uitvoerbaarheid en rechtsgelijkheid. In het belang van al die mensen die wachten op hulp. Die wachten op onze hulp om het gewoon voor hen te regelen, zodat zij wel door kunnen met hun leven. Nou ja, dat is het pleidooi wat ik wil herhalen. Excuses. Dank. Mevrouw Pauwen, nogmaals, we begrijpen de emotie.